Muziek staat met beide voeten stevig in de wereld. Dat zijn niet onze woorden, maar die van de Duitse filosoof Theodor Adorno. Muziek is er niet alleen om naar te luisteren, maar ook om veel en vooral boeiend over te vertellen. En dat is exact wat er gebeurt tijdens de avondjes Adorno in Muziekcentrum De Bijlokken. En voor wie er niet bij kan zijn, is er nu podcastje Adorno. Een interessant gesprek recht in je oren. Vandaag luisteren we naar een uniek vertelconcert waarin muzikoloog Mark de Lara dieper ingaat op het leven en werk van de Belgische componist Karel Goeivaerts, die dit jaar zijn 100ste verjaardag zou gevierd hebben. Adorno en Goeivaerts, het is eigenlijk niet zo'n gekke combinatie, want de twee hebben elkaar effectief ontmoet in Darmstadt, in de jaren 50 het epicentrum van de nieuwe muziek. En er zat nog een derde protagonist bij, de al even beroemde componist Karlheinz Stockhausen. Ja, eigenlijk is het merkwaardig dat er zo'n direct verband geweest is tussen deze beroemde muziekfilosoof, Theodor Wiesengrund Adorno enerzijds, en de componist wiens muziek vanavond centraal staat. En daarvoor moeten we teruggaan naar de jonge Karel Goeivaerts, die in 1951 erg nieuwsgierig was naar wat er gebeurd was, ook tijdens de Tweede Wereldoorlog en onmiddellijk daarna op vlak van nieuwe muziek. En hij had zich ingeschreven voor de fameuze zomercursussen voor nieuwe muziek in Darmstadt, die nog altijd bestaan. En die toen al een grote reputatie hadden. Goeivaerts had zich in feite ingeschreven voor de cursus van Arnold Schoenberg. Die was aangekondigd als compositieleraar. En daar wilde Goeivaerts natuurlijk graag bij zijn. Maar Schoenberg was te ziek en hij zou trouwens in die maand, in juli 1951, overlijden. In zijn plaats kwam dan Theodor Adorno, die niet enkel een grote reputatie had als muzieksocioloog en muziekfilosoof, maar die ook gecomponeerd heeft. Hij heeft lesgevolgd bij Alban Berg en er zijn enkele werken van hem bekend. Dus hij had voeling met hedendaagse muziek, hij had daar ook heel precieze ideeën over. Dus ook, al was het niet Schoenberg, bij wie Goeivaerts een seminarium kon volgen, het was toch de moeite waard. Te meer omdat in de dagen voorafgaand aan dat seminarium van Adorno, hij had kennis gemaakt met Karlheinz Stockhausen, die toen helemaal aan het begin stond van zijn loopbaan als componist. En de twee raakten onmiddellijk aan de praat en Goeivaerts legde hem de principes uit van zijn sonate voor twee piano's, zijn nummer 1 of opus 1, zowat ja, het geboortekaartje van de seriële muziek in Europa. En Stockhausen die wist niet wat hij hoorde, die was enorm gefascineerd door wat Goeivaerts hem allemaal daarover kon vertellen, de ideeën die daarachter zitten, maar eigenlijk ook de technieken die Goeivaerts had ontwikkeld. En dat was echt een openbaring voor Stockhausen in die mate dat hij later zei van ik ga altijd zeggen dat ik maar één leraar heb gehad. Hij is dat niet blijven zeggen, maar toen was dat wel zo dat hij zei van ja, ik heb alles geleerd van Karel Goeivaerts. Dus hij had heel dat werk geanalyseerd voor Stockhausen en toen het moment daar was dat zij zouden dat voorstellen, dat werk, in het seminarium van Adorno, dan hebben zij ook samen het tweede deel gespeeld. Het is dus een werk voor twee piano's. En Goeivaerts speelde één partij en Stockhausen speelde een andere partij. Je kan dat trouwens beluisteren op YouTube. Als je daar eventjes naar zoekt, dan kan je die historische opname uit juli 1951 horen. Stockhausen was een gevormd pianist, had muziekhoogscholen in Keulen gedaan. Goeivaerts was een gevormd componist, had compositie gestudeerd in Antwerpen en in Parijs. En speelde behoorlijk piano, maar er was wel een verschil in de uitvoeringskwaliteit tussen de twee. Maar goed, ze hebben dat daar gespeeld en dat werd dan daarna besproken. En het werd al heel vlug duidelijk dat Adorno geen snars begrepen had van die muziek. Hij wist niet wat hij hoorde of wat hij ervan moest denken. En hij, onmiddellijk na de uitvoering en het feit dat de toelichting van hoe het werk in elkaar zat, vroeg hij aan Goeivaerts, ja, maar waar zit de melodie? Ja, dat is zoiets. Dat is een vraag die dikwijls gesteld wordt over hedendaagse muziek. En zodra een melodie niet beantwoordt aan wat men denkt dat een melodie moet zijn, wordt die vraag gesteld. Maar bon, voor Adorno was er iets anders in het spel. Hij herkende die muziek, of hij kon die muziek niet plaatsen in zijn referentiekader van nieuwe muziek uit de eerste helft van de 20e eeuw. Hij vroeg, waar zitten de motieven, waar zitten de thema's, hoe worden die ontwikkeld?
En dan komt het fameuze antwoord van Stockhausen op die onwetende vraag, zouden we bijna zeggen, van Adorno. Dan heeft Stockhausen daarop geantwoord: aber Herr Professor, u zoekt naar een kip op een abstract schilderij. Ja. Goed, daarmee was een beetje de cultusstatus van die sonate voor twee pianos van Guivaerts gevestigd. Dat was een onvergetelijk moment voor alle aanwezigen. En daar werd later ook nog altijd naar gerefereerd als zijnde het ontstaan van de seriële muziek in Europa. Dus Guivaerts heeft gedurende de jaren 1950 echt een pioniersrol gespeeld. Hij was een van de grondleggers van de seriële en de elektronische muziek uit die periode. Over naar het programma, want er werd die dag niet alleen gebabbeld over Guivaerts leven, maar ook over zijn muziek. Zijn Plikonamu Mikukona schreef hij bijvoorbeeld voor een wedstrijd van de bank Dexia, formerly known as het gemeentekrediet. Dat heeft hij geschreven in opdracht van het gemeentekrediet. Het gemeentekrediet heeft vroeger een muziekwedstrijd georganiseerd voor studenten die hun opleiding aan de muziekacademie hadden voltooid en eventueel, maar niet noodzakelijk, nadien naar een conservatorium zouden gaan om professioneel muzikus te worden. En Guivaerts werd gevraagd om het plichtwerk van die editie 1979 te componeren. Vandaar die iets wat raadselachtige titel. Plikonamu Mikukona. Wat betekent dat? Eigenlijk is dat een acroniem en dat betekent plichtwerk kopers, nationale muziekwedstrijd. Plikonamu. En vermits het een nationale muziekwedstrijd is, moest het natuurlijk ook een titel in het Frans zijn. En dat is dan Mikukona. Even denken, dat is Morceau imposé cuivre concours national. Voilà, oef, ben erdoor. Dus dat is een werk dat hij geschreven heeft voor de koperblazer. Het is een werk dat kan uitgevoerd worden op trompet, op hoorn, op trombone of op tuba, telkens begeleid door piano. En u zal horen dat het een werk is dat echt goed voldoet aan die specifieke functie van een opgelegd werk, een plichtwerk, op een concours, op een muziekwedstrijd. Het geeft vooral de trombonist de kans om te laten horen wat hij of zij in zijn mars heeft, op vlak van virtuositeit, snelle loopjes spelen enzovoort. Al moet ik wel zeggen dat ook de pianopartij en het samenspel tussen trombone en pianopartij toch ook wel best pittig is. En dan vraag ik me af, ja, hoe hebben die begeleiders uit muziekacademies dat vroeger gedaan? Maar goed, daar was ik niet bij. Daar kan ik geen oordeel over geven. Guivaerts schreef niet alleen muziek voor grootbanken, maar ook voor zijn vrienden. Harry en René bijvoorbeeld, drie Nederlandse muzikanten. En vooral die eerste Harry is interessant. Harry Sparnay, dat is wel een bekende naam in de wereld van de nieuwe muziek. Zeker als het gaat over basklarnet. Want hij heeft enorm veel stukken in opdracht gegeven bij heel verschillende componisten. En heeft dat instrument tot een van de centrale instrumenten gemaakt van de hedendaagse muziekuitvoeringspraktijk. En Guivaerts had daar al meer muziek voor gecomponeerd, daarvoor. Hij had er al vaak mee samengewerkt. En als dan die vraag kwam van Harry Sparnay om voor hun trio iets te schrijven, dan is hij daar onmiddellijk op ingegaan. Het is een heel levendig werk. Het is op ritmisch vlak best pittig, ook qua samenspel. Je moet echt goed geconcentreerd zijn om alles op de juiste plaats te laten vallen. Normaal denk je, ja, fluit, basklarnet en piano. Dat is zo'n beetje zoals in een pianotrio, dat je viool hebt, cello en piano. Maar de basklarnet vervult een totaal andere functie in dit werk. Het is niet zozeer de baspartij. U zal ook merken dat, zeker in het langste deel, dat de basklarnet vaak in een hoog register speelt. Het is pas helemaal op het einde, als er een lange coda volgt in een langzamer tempo, waar alles een beetje uitstreft, letterlijk en figuurlijk, dat de basklarnet ook in het lagere register meer zal te horen zijn. En dan na die erg vurige, pittige, erg ritmische compositie eindigt dat dan toch op een bijna desolate manier.
Karel Goeivaerts was niet alleen iemand die zelf experimenteerde en componeerde, maar ook anderen de kans gaf om te groeien. En dat deed hij een tijd lang hier verderop in Gent in het Instituut voor Psychoacoustiek en Elektronische Muziek, of kortweg het IPEM. Tussen 1970 en 1988 was Goeivaerts producer nieuwe muziek bij Radio 3. Dat is de voorloper van Clara. Toen bestond die functie nog, producer nieuwe muziek. En de eerste 4 of 5 jaar heeft hij hier in Gent gewerkt, omdat de Universiteit Gent een samenwerkingsverband had met VRT. In de studio's van het IPEM werd functionele muziek gemaakt, sonorisatie voor radio- en televisieprogramma's. Maar tegelijkertijd was dat ook een hotspot voor componisten die wilden experimenteren met elektronische muziek, waar apparatuur voorhanden was. En Goeivaerts heeft zelf heel wat elektronische werken op zijn actief en vond dat ook een zalige omgeving om daar aan de slag te gaan. Maar dan na 4 jaar is hij dan verhuisd naar de Reijerslaan in Brussel en heeft hij daar vanuit zijn kantoor producties opgezet, opnames laten maken, opdrachten gegeven aan componisten om nieuw werk te creëren dat dan onder zijn toezicht, onder zijn begeleiding werd opgenomen en uitgevoerd op openbare concerten ook heel vaak. En wat typisch is voor Goeivaerts invulling van die functie is dat hij stilistisch gezien een heel breed palet van de hedendaagse muziek aan bod liet komen. Het was dus niet zo dat datgene waar hij in zijn eigen werk voor stond, dat het enige was wat hij aan bod liet komen in die opnames en in die producties. En dat is niet altijd het geval, moeten we zeggen. Maar bij hem was die open blik, die gerichtheid naar alles wat er gaande was, die interesse, die fundamentele interesse in alle nieuwe ontwikkelingen was enorm groot en vandaar dat hij heel veel andere componisten en zeker en vast ook jonge componisten aan bod liet komen in die programma's. Vandaar dat het heel passend is dat Isolisti gevraagd heeft voor deze productie aan 2 jonge Vlaamse componisten om een bijdrage te leveren aan dit hommage Karel Goeivaerts concert. Het voordeel aan praten over nieuwe muziek is dat je vaak gewoon nog in gesprek kan gaan met de nog levende componist. Benjamin van Esser bijvoorbeeld, die van Isolisti de opdracht kreeg om een nieuw werk te schrijven op basis van de Zang van Aquarius van Goeivaerts. Zang van Aquarius is een werk voor 8 basklarinetten, maar het origineel is een onderdeel, maar dat weet jij beter dan mij, van de Aquarius opera. Dat is een vocale versie dan eigenlijk. Ja. Dus het origineel zit ook in een andere tessituur. 8 basklarinetten, moet je daar niet veel bij vertellen. Dat kan een heel donkere klank zijn. En dus ja, dat was eigenlijk wel interessant voor mij om mee aan de slag te gaan. Ik moet wel zeggen, het werk was... Het originele werk, dus de Zang van Aquarius voor 8 basklarinetten, is een werk dat heel moeilijk een richting vindt. Heel moeilijk zijn richting vindt. En waar ik een aantal motieven uit heb kunnen puren die ik zelf interessant vond. En waar ik op die manier dan eigenlijk mijn stuk mee heb opgebouwd. Maar je houdt wel de basklarinet als het, de basklarinet, het centraal geven. Er komen electronics bij. Ja. Dus eventjes zeggen dat inderdaad... die Goeivaerts heeft de laatste 10 jaar van zijn leven gewerkt aan een opera met als titel Aquarius. Hij heeft daar geen opdracht voor gekregen. Dus telkens wanneer hij een opdracht kreeg voor een strijkkwartet of een werk voor ensemble, zegt hij, ik ga dat doen. Maar tegelijkertijd dacht hij eraan van, ik ga die muziek ook concipiëren als een van de scènes uit de opera die ik wil maken. En dit is de 3e scène uit de eerste acte, de stemmen van de Waterman, geschreven voor 8 sopranen en operaorkest. Maar hij heeft er ook een versie van gemaakt voor sopraan en Piero Lunaire versie, dat is fluit, klarinet, viool, cello en piano. Dus hij werkte daar langzamerhand naartoe, naar die creatie van zijn grootschalige opera. Maar dus zoals je zegt, een versie maken voor 8 basklarinetten, natuurlijk weer op vraag van Harry Sparnay. Dat is wel van de hemel naar de hel, zal ik niet zeggen, maar toch van een heel hoge tessituur naar een heel lage tessituur. Ja. En blijft het voor jou ook een werk dat in de diepere regionen zich afspeelt? Nee, ik verken het hele register wel. Maar ik moet wel zeggen, het werk is dus origineel voor 8 basklarinetten. Het was het idee ook om
weer te gaan voor iets wat meer stemmig is. Maar ik heb maar één basklarinet. Dus ik heb eigenlijk mijn elektronica op zo'n manier moeten gebruiken dat ik met de regelmaat eigenlijk de illusie geef van meerdere basklarinetten tegelijkertijd. Ja. Kan je nog iets meer zeggen over die functie van de elektronica? Zijn het vooraf opgenomen klanken die tijdens de uitvoering uit de luidsprekers komen? Of zijn er ook live elektronic technieken? Ja, dus de twee gebeuren. Het stuk is sowieso afgewerkt vanuit een live input eigenlijk. Mm-hmm. En je gaat dat wel horen, er worden tal van effecten gebruikt om die polyfonie eigenlijk tot leven te brengen. Dat kan gaan over delays, dus een soort van echo-effect of een soort van galm-effect, waarbij een hele lange staart aan de klank komt, zodat je eigenlijk het gevoel hebt dat er meerdere stemmen tegelijkertijd werken. Maar een illusie, want er is maar één speler. Dus het werk heet R. Aquarii. Ik ben een beetje aan het zoeken gegaan. Het werk wat mijn bronmateriaal was, heet De Zang van Aquarius. Het komt uit de opera Aquarius. Dus ik ben gaan zoeken, wat is er zoal interessant in dat gegeven van Aquarius? En ik vond eigenlijk iets terug, een soort van dubbel sterrenstelsel. Vergeef mij als ik het niet bij de juiste woorden noem, maar in ieder geval, dat heet R. Aquarii. Dat ligt in het sterrenstelsel van Aquarius. En het gaat daarbij eigenlijk om een rode reus en een witte dwerg. Dat zijn twee hemellichamen die eigenlijk voortdurend met elkaar verstrengeld zijn. Mm-hmm. En het is op die manier eigenlijk ook dat mijn werk verstrengeld is met het originele werk van Goeivaerts, De Zang van Aquarius. Nu gaan we over naar een monument van de Belgische pianomuziek. Litanie 1 van Karel Goeivaerts is een werk dat pianist Jan Michiels maar al te graag speelt. En ook Marc Delare is grote fan. Ik ken niet alle pianomuziek die in België ooit gecomponeerd is. Maar tot nog toe is dat het mooiste pianowerk dat ik ken, dat hier ooit geschreven is in dit land. Het is echt een fantastische compositie en u zal het merken. Je wordt van begin tot het einde in die ritmische drive meegevoerd, terwijl er zoveel subtiele dingen te horen zijn tegelijkertijd. Je kan je helemaal laten meevoeren door de dynamiek van het werk, door het ritme van het werk, maar tegelijkertijd spelen er zich veel processen af tijdens die uitvoering. Ik denk 11 minuten, Jan, zoiets? 11 minuten, 12? Zoiets, 11 minuten. Want Goeivaerts werkt hier met herhaling van telkens een tijdsmodule van 2 maten, van 10 kwartnoten. Wanneer hij zo'n tijdsmodule voor de eerste keer presenteert, heeft hij maar heel spaarzame inhoud. Die is maar op een paar plaatsen ingevuld. Maar bij de volgende herhaling komen er een paar nootjes bij. En zo gaat hij stap voor stap die sequentie, want zo noemt hij dat, aanvullen totdat die volledig is. Die tijdsmodule van 2 maten wordt dan eigenlijk volledig ingevuld. Waarna het omgekeerde proces gebeurt, dan gaat hij die tijdsmodule terug desintegreren. Van de meest volledige presentatie telkens een elementje wegnemen totdat er niets, letterlijk ook niets meer van overblijft. En het fascinerende van die techniek, die niet nieuw was, die Goeivaerts geleerd heeft van Steve Reich, is dat hij verschillende van die opbouw- en afbouwprocessen tegelijkertijd laat horen. En dat heb je niet bij Steve Reich. Daar hoor je 1 proces. Hij zegt, music as a gradual process. De luisteraar moet kunnen volgen wat er gebeurt. Wel, je zal ook in Litanie 1, in de uitvoering, zal je horen dat er dingen worden opgebouwd en terug langzamerhand worden afgebroken of desintegreren tot er niets van overblijft. Maar terwijl 1 fase, 1 sequentie dus in opbouw kan zijn, kan een andere al in afbouw zijn. Dus er zijn verschillende processen die zich tegelijkertijd afspelen. Dat vind ik ook enorm fascinerend om dat te kunnen volgen tijdens de uitvoering. Jan Michiels kent dat werk door en door. Hij heeft er een cd-opname van gemaakt. Hij speelt het verschillende keren per jaar. Jan, denk ik, je speelt het echt. Het is een van je lijfstukken. Kan je mij eens zeggen wat er voor de uitvoerder moeilijk aan is, aan de uitvoering van dat werk, maar tegelijkertijd ook wat er zo fascinerend aan is?
Meerdere keren per jaar. Ik zou het graag willen, maar het wordt niet gevraagd. Ah. En dit jaar klopt het inderdaad wel. Het is voor mij nog altijd een raadsel dat dit werk niet meer gespeeld wordt. En u hebt de naam terecht niet genoemd. De commerciële onzin die Philip Glass ook als repetitieve muziek verkoopt in zijn piano-etudes is wereldberoemd. Voor een reden die mij totaal ontglipt. Maar deze muziek is niet alleen repetitief. Ik ben ook blij dat je daaruit gezegd hebt dat het seriële denken van Goeivaerts, ook tot in Aquarius, overeind blijft. Het is een muziek die niet voorspelbaar is en tegelijkertijd zeer natuurlijk aanvoelt. En dat kunnen maar weinig componisten. Dus voor mij is het raadsel dat het stuk niet meer gespeeld wordt. Het is repetitief in die zin. Inderdaad, zoals Mark het daaruit uitlegde. Maar het is een stuk dat ook in de pianistieke schriftuur totaal uniek is. Ik ken ook geen ander stuk die met deze technieken omgaat. Alles op de toets, maar het is een stuk uit graniet, zou ik durven zeggen. Ja. Ik weet dat Goeivaerts niet met een piano componeerde. Hij had thuis ook geen piano staan. Hij heeft zijn muziek bedacht. Hij hoorde dat inwendig en heeft staan genoteerd. En wat ook merkwaardig is, is dat hij een compositie volledig klaar had vooraleer hij één noot op papier zet. Waarom weet ik dat? Omdat wij hebben in de universiteitsarchief in Leuven hebben wij alle manuscripten van Goeivaerts kunnen verzamelen. En er zijn daar werken die hij niet heeft voltooid, waarvan er 36 maten in het klad, in een kladversie en in een netversie aanwezig zijn. Dus die kladversie gebruikt hij alleen maar om zijn maten te doen uitkomen. Hier heb je een maat met veel noten, dus ik heb meer plaats nodig om eventjes de layout van de partituurpagina uit te testen. Maar hij had zijn werk volledig gecomponeerd, had het inwendig gehoord, had alles tot in het kleinste detail zich voorgesteld en dan pas begon hij te noteren. En dat moet hier ook het geval zijn. Maar hij was zelf geen professioneel pianist. Hij had geen piano thuis om zijn muziek op te componeren of om veel piano te spelen. Merk je dat als pianist? Schrijft hij idiomatisch voor het instrument? Ligt het in de vingers? Ligt het in de handen? Ik ken maar één componist die idiomatisch schrijft voor ons, is Chopin. Dus alle andere componisten hebben altijd orkest of opera of koor achter zich gehad. Beethoven is het illustre voorbeeld. Ja. Zelfs Brahms. Waren allemaal grote pianisten. De echte goede pianomuziek gaat buiten Chopin natuurlijk. Gaat boven het instrument uit natuurlijk. Ja. Er volgde nog een gesprek met een levende componist, want Litanie 1 was de inspiratie voor een nieuw werk van Tim Mulleman, die het werk wel van heel dichtbij heeft leren kennen. 10 jaar geleden op mijn bachelorproef piano, dus voor ik eigenlijk compositie ben gaan studeren, heb ik piano gestudeerd bij deze man, bij Jan Michiels. Dus het is sowieso een heel mooi iets dat er zoveel bucketlistpuntjes zeg maar, bij elkaar komen. Te mogen schrijven voor mijn autocent piano of te mogen schrijven voor isolisti. Te mogen schrijven dus ook op basis van een stuk dat ik zelf heb gespeeld en heel erg graag heb gespeeld en ook nog later nog een paar keer heb gespeeld. Ik heb dat werk dus sowieso al van binnenuit leren kennen. Ja. Toen we daarnet luisterden naar het werk van Benjamin, voor wie de muziek van Goeivaerts kent, die herkent voortdurend die motieven, hè, die klankwereld. Het was heel herkenbaar. Natuurlijk, hij transformeert het tot zijn werk. Gaat dat hier bij jouw interpretatie van Litanie 1 ook het geval zijn? Dus nee. Wat heb je precies weerhouden van Litanie 1 van Goeivaerts en waar heb je je eigen ding mee gedaan? Je sprak daarnet over de ritmische drive die ontzettend kenmerkend is voor de Litanie van Goeivaerts. En dus ook die gelaagdheid, dus het feit dat daar telkens weer elementjes bij komen. Dat is heel bewust een proces dat ik niet heb meegenomen. En ook dat materiaal van die ritmische cellen heb ik heel bewust niet meegenomen. Ik heb dat wel onderzocht, geprobeerd. En elke keer resulteerde dat in een al te vettige knipoog naar die litanie. Het werd niet mijn eigen stuk. Dat werkte niet voor mij op dat moment tijdens het compositieproces. Mm-hmm. Wat heb ik gedaan? Wat heb ik wel meegenomen? En fascinerend vind ik dat niet alleen dus de ritmes, nadat je zo die 10 minuten, 11 minuten lange belevenis van de litanie hebt meegemaakt. Het is niet alleen de ritmes die blijven hangen, maar er zijn ook bepaalde klanken, bepaalde harmonieën, laten we het noemen, die blijven hangen. Bepaalde cellen, en dat zijn in dit werk vaak clusters of quasi-clustertjes die lekker dissonant klinken van drietal noten.
En door het feit dat die effectief over die, ja, zo vaak weer herhaald en herhaald en herhaald worden, zijn dat echt klanken die als hoekstenen blijven hangen, nog blijven nazinderen, ook na de compositie. En het zijn die harmonieën, die drieklanken vaak, en ook hoe dat ze vaak met elkaar botsen, de verschillende drieklanken die ik heb onderzocht, omgepuzzeld tot mijn eigen materiaal, uiteraard. Ja, ik heb in een interview met jou gelezen dat je daarvoor ook de set-techniek gebruikt hebt. En een van de eigenschappen van die compositie- of analyse-methode is dat het materiaal vaak nogal abstracte bewerkingen krijgt, waardoor het verband met het origineel niet langer echt hoorbaar is. Is dat hier ook het geval? Dus dat klopt, ja. We gaan eerst luisteren naar Litanie 1 van Karel Goeivaerts. Gaan we daarvan nog iets, al was het de harmonie, de harmonische wereld, herkennen in de uitvoering van jouw werk? Dat is alleszins niet de bedoeling geweest, maar effectief zal er hier en daar de spirit van Goeivaerts zal effectief wel hier en daar voorbij dwarrelen. En ik zeg letterlijk dwarrelen, want het gaat heel snel voorbij. De titel van het stuk is ook Movement. Het krioelt, het is een heel nerveus werk, al zeg ik het zelf. Dus effectief, daar zitten zeker, laat ons zeggen, quotes in, maar de manier waarop dat die ook in het geheel verwerkt zijn, zorg dat jullie dat waarschijnlijk niet zullen horen. En dat is ook helemaal oké. Okay. Dat is ook helemaal de bedoeling. Ja. Qua bezetting en qua duur zou je kunnen spreken over een mini-pianoconcerto. Is dat een juiste interpretatie? Dus met een nadruk op een erg virtuose solopartij. Kan je iets Absoluut, meer zeggen over het type van virtuositeit? Oh, misschien kan Jan daar ook iets over zeggen. Het type van virtuositeit dat je in dit werk hebt gerealiseerd. Ja, ik heb het Jan nog niet gezegd, maar het is dus geen wraakoefening geweest op alle jaren les bij u. Maar het is verdorie moeilijk, dat besef ik zeker. Ik heb me daarin laten gaan, inderdaad, in het idee van een quasi-pianoconcerto. Maar het moet gezegd dat ook de andere instrumentisten op geregelde tijdstippen pittige dingen te spelen hebben. Zoals ik zei, het is een heel nerveus werk. De muziek van de avond zelf kunnen we niet laten horen, maar hopelijk heb je wat bijgeleerd over een van de grootste componisten die ons land gekend heeft. Wil je zelf graag eens een avondje Adorno bijwonen? Check dan zeker bijlokken.be/avondjeadorno voor de volgende sprekers. Of kom eens langs tijdens een concert. Onze deuren staan altijd open. Dit was podcastje Adorno, tot de volgende keer. Bedankt om te luisteren naar Podcastje Adorno, een podcast van Muziekcentrum De Bijlokken. De muziek, Tarantelle opus 6 van Camille Saint-Saëns, werd gespeeld door Phasma Trio. Tussendoor hoorde je fragmenten uit Litanie 1 voor piano, gespeeld door Jan Michiels op het album Karel Goeivaerts Works for Piano.